De discussies die op gang zijn gekomen tijdens de academische week heeft zijn vruchten afgeworpen. Assembleevoorzitter Marinus B. gaf vanmiddag na de afsluiting van de academische week die maandag begon zijn inzichten. De politicus merkt op dat er meer discussies zullen volgen in het proces van aanpassing van het kiesstelsel. Vanwege het belang, we hebben voor Luko Apistor dat hij, want 2025 moest afverkiezen begaan. En je ziet zo door elkaar verschillende partijen komen, maar ze hebben bestudeerd Apis materie die ze, dat je er kon horen representatie. Kou Luko Ofaraide, kou Luko Sana de inzet. En ook is de informatie dat hij. Ja, drie delen. Dus nu een assemblee heb je een ruimte voor Luko den, voor de voorstellen. Zie Makandra en Luko den voor- en de nadelen. Voor Luko dat 2025 ook kan kiezen om een verkiezing. Want je moet rekenen dat verkiezen aan een deitori. Ja, nou een traject vooraf. Het ministerie voor Binnenlandse Zaken is horen bezig. En de Luko dat of voor tende op van oru. Dus in feite heeft de man die hier op 18 moe of een jaar van oru, dat zou moesten a deadline voor koffer op is wet jaso. B geeft aan dat de verschillende wetsvoorstellen die zijn gepresenteerd vergeleken zullen worden. Fractieleider van de VHP, Assis Kumar Gayadin, zegt dat er de afgelopen dagen gesprekken zijn geweest met alle politieke partijen in alle politieke verbanden. We zien dat er richting consensus kan. En zoals de president dat ook verwoordde, we hopen dat we ergens kunnen geraken dat alle 51 met een consensusmodel zouden komen. Dus er zijn, laat me zeggen, meest voor de gangbare is dat iedereen praat over een landelijke evenredigheid. Ja. Dat zou, laten we zeggen, ideaal zijn. Maar natuurlijk zitten we 2,5 jaar voor de komende verkiezingen. En dat zou inhouden dat je een enorme sprong maakt. We weten dat gedecentraliseerd bestuur nog niet zo ver ontwikkeld is. Dus je kan niet alles gooien op het landelijke. Ja. Dus vandaar dat we daar tussen moeten gaan kijken. Gayadin geeft verder aan dat de meningen over welke de meest ideale wetsvoorstellen verdeeld zijn. De politicus geeft aan dat hij van mening is dat alle modellen nu werkbaar zijn. Hij merkt op dat er nu gekeken moet worden welke het makkelijkst realiseerbaar is en wat genoegzaam is voor de samenleving om te verwerken. Het is belangrijk dat er meegewerkt wordt naar het ideaal doel, meent Gayadin.